Hallo, goedemorgen bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we vrijdag en ik heb echt al een week bijna niet gevlogd en ik heb daar een reden voor, namelijk na mijn COVID-besmetting, allee, nog tijdens mijn COVID-besmetting op zaterdag is mijn papa alles in het appartement komen afbreken om voor te verhuizen. Zondag was de dood van mijn metekindje, dus heb ik ook de hele dag niet gevlogd. Maandag was het dan de verhuis, is alles van mijn appartement naar dit huis gebracht. Maandagavond sliep ik weer voor het eerst. Dinsdag was mijn eerste dag terug werken na mijn COVID-besmetting. Dinsdagavond ben ik thuisgekomen, begin de dozen uitpakken en echt even een kleine crash had ook, want ik was zo moe. Woensdag ook weer de dozen stelletjes uitgepakt en het appartement gaan kruisen. Donderdag een hele dag bijna het appartement, gisteren dus eigenlijk bijna een hele dag het appartement gekruist. En sinds gisteravond heb ik mijn vlogcamera teruggevonden. En nu moet ik heel vlug mijn zak inpakken, want dan moet ik gaan vertrekken naar mijn werk in het museum. Het is 8 minuten voor 6. Ik ben hier trouwens met de auto op, maar bij mijn werk. Dit is de ene en enige week ongeveer dat ik met mijn auto kom. Dat ik afgesproken heb met mezelf dat ik met de auto mag komen zolang dat dat mijn winkel nog open is. En mijn winkel is open tot 6 augustus, dus tot volgende week zaterdag. Nu ben je waarschijnlijk verward, want dit wordt veel later online gezet dan dit is opgenomen. Of ja, ik weet het eigenlijk niet wanneer precies. Volgende week moet ik niet werken in het museum, behalve op vrijdag. Dus vrijdag mag ik ook nog komen met de auto. En ik heb dat voor mezelf afgesproken, omdat ik nu 's morgens moet werken. Dan wil ik even een uurtje of twee thuis en dan moet ik weer naar Rieper. En ik verlies dan gewoon te veel tijd als ik dat met de fiets doe. Dus ik ben ook een beetje lui. Oké, maar na dit korte, maar zeer ingewikkelde verhaal waar waarschijnlijk niemand een bal van snapt, ga ik werken. Net klaar met werken en toen ik vertrok vanmorgen was ik duidelijk nog niet zo wakker, want ik had geen bananen meer, dus ik dacht ik ga een peer meedoen. En ik herinner me dat ik die peer in mijn zak heb gestoken, maar toen ik hier toe kwam op het werk, had ik geen peer mee. Nu ga ik even naar huis en dan rond 10 voor 12 of ja, zoiets ga ik dan vertrekken naar Ypres, want om 12:30 heb ik een afspraak voor de oplevering van mijn appartement. En daarachter ga ik naar de winkel, dus ik kan moeten zorgen dat ik stuutjes mee heb. Ik ben in de winkel, dat is een beetje te vroeg, alleen een beetje veel te vroeg, 3 kwartier ongeveer. En dat komt omdat ik net de oplevering had van mijn appartement, dus nu ben ik officieel, dat wil ik niet meer, niet officieel, want ik heb nog geen domicilering verandering gedaan, dus nu kan ik niet meer naar mijn appartement. Er zijn echt wel grote veranderingen, want nu ben ik verhuisd en volgende week sluit mijn winkel, dus grote verandering in mijn leven. En vanmorgen kreeg ik telefoon om eventueel te gaan werken als onthaalmedewerker in bezoekerscentrum Bulskampveld bij Brugge. En ik ben aan het twijfelen of ik de job moet aannemen of niet. Kijk, ik ben klaar met eten. En de winkel is net open. Ik heb zo'n pro-con list gemaakt over de job. Maar ik ben altijd meer aan het twijfelen.
Mijn kast zit een beetje vast, dus ik hoop dat ik het kan fixen. Drama. Ik heb nog geen klant. En sinds gisteren is de Sims middelbare school uit en ik heb het nog niet gespeeld. Ik ga het vandaag waarschijnlijk wel spelen. Net een paar klanten had die nog wat van mijn voorraad komen uitkopen voor de winkel sluit. En ik heb ook net laten weten naar het boodschappencentrum in Wilskrant Veld dat ik het niet ga doen. Alhoewel ik daar mega graag zou werken en dat een super mooie locatie bent ook om te werken. Vind ik het te ver. Om elke dag een uur vanuit Ieper naar Brugge te rijden is, nee. Ik weet dat mensen dat doen en ik weet dat mensen ook nog verder reizen voor hun werk. Maar 1 uur 's morgens in de auto en 1 uur 's avonds in de auto zag ik niet zitten. Hopelijk komt er iets beters op mijn pad. Nog 10 minuutjes en dan sluit de winkel. Ik ga het nog even delen op Instagram dat vanaf morgen 10% korting is in de winkel. En dan zal het waarschijnlijk bijna tijd zijn. Allee, eerst nog mijn grief verzamelen. Ik ben naar de winkel komen met fietsen en neem ik straks in het lekkere zomerse zonnetje naar huis fietsen. En onderweg luister ik naar een luisterboek en dat is op dit moment Harry Potter en de Chamber of Secrets. Chamber of Secrets. Hallo, ik ben thuis. Ik heb al gegeten en nog een doos uitgeruimd. En nu ga ik onze kuppen voeren. Nu deze deur proberen open te krijgen om te kijken of dat er eitjes zijn. Ik vind dat eigenlijk wel een leuke manier om de avond af te sluiten en de kippetjes eten even. Het is nu 7:50 en ik ben echt kapot van de afgelopen week. De week is voorbij gevlogen en hij was echt zo heftig. Ik heb niks van tv gezien ofzo. Het is de eerste dag sinds zondag denk ik dat ik een boek ga openslaan. En dat is echt voor mij iets heel unieks. Normaal lees ik echt elke avond. Maar ja, de laatste dagen heb ik er nog nooit in mijn bed gezeten voor 9:30 of zo. Ik weet dat dat normaal is voor de meeste mensen. Maar doordat ik dus in het Ypermuseum werk, heb ik heel vaak om 8 uur in mijn bed om 9 uur te slapen. Dus het feit dat ik nog nooit voor 9 uur in mijn bed heb gezeten deze week wel echt te veel zijn. Zit het niet aan mijn kamer? En ik wou ook nog even iets aankaarten. Ik werk dus als poetsvrouw. En zelf ben ik er totaal niet beschaamd over. Omdat ik dat een job zoals een ander vind. Maar ik weet dat mensen dat wel zijn. En dat heeft grotendeels te maken dat mensen altijd zo denigrerend doen over kluisen. Dat mensen daar geen goede job vinden of zo.
Dat voor mensen vaak overkomt als van, ah ja, je hebt alles geprobeerd, je vindt geen job en je bent aan het kuisen. Of je bent niet slim, dus je kuist maar. Ik vind dat we daarvan af moeten. Want ik hoorde een verhaal van een mevrouw. Van dat niemand in haar omgeving wist dat ze als kuisvrouw werkte, omdat dat gewoon niet als aangezien wordt of zo. Ik vind het zo stom dat je echt zo moet beschaamd zijn omdat je gekuist. En dat zij voelde alsof dat ze haar heel moest opmaken om te gaan kuisen, omdat anders iemand zou weten dat ze ging kuisen. Dus ja, dat vind ik. Ik hoop dat als je werkt en je hebt je kuisvrouw in je buurt, of je hebt gewoon een kuisvrouw met dienstchecks of zo, toon die persoon respect. Als ze net een ruimte heeft gekuist, toon tenminste het respect om daar niet door te gaan lopen voordat het droog is. Als je ziet dat ze de toilet aan het kuisen is en jij moet echt mega dringend naar het toilet, excuseer je dan voordat je naar het toilet gaat. En vraag, mag ik hier door? Ik moet echt dringend naar het toilet. En ga daar niet gewoon doorlopen. Wij zijn ook maar mensen en wij doen ons job. En niemand vindt het leuk om te zien hoe zijn werk teniet wordt gedaan ofzo. Dus ja. Even een kleine rant. Geen enkele job staat hoger dan een andere. Het is niet omdat jij meer verdient dat jij daarvoor beter bent. En nu ga ik verder. Nu ga ik beginnen in dit boek. The Royals van Erin Watt. Dat was gewoon het eerste boek die ik nu vond. Tussen de verdorven huisdozen. Want ik heb nog geen boekenkast in mijn kamer. Allee, ik heb die wel en die staat ergens, maar die staat nog niet op zijn plek, dus. Ja. Ik heb die net eventjes gelezen en nu ga ik slapen, dus. Bedankt voor het kijken, vergeet je niet te abonneren hieronder en dan zie ik jullie in een volgende vlog weer. Doodles!